Sven Neter werd 57 jaar geleden geboren in Den Helder. Hij was 10 jaar oud toen hij verhuisde naar Amerika. Daar groeide hij uit tot een verdienstelijk basketballer in de NBA. Hij speelde voor de San Antonio Spurs, de San Diego Clippers en de LA Lakers. Na zijn profcarrière verdiepte hij zich in het coachen en schreef daar verschillende boeken over. Neter is een coach met een missie. Go again. Here, let me take the forward spot. Let me take the forward spot. Let's get back. Here we go. Now! Now you're not looking at me. You're not looking at me. You're like this. You're like... You gotta come over here like this and be ready to pass. Let's go. The ultimate goal today is to get the coaches to understand that you have to have the offense against the pressure defense, which means that when the defense extends and tried to take away the pass, you have to have counter moves as a team to create layups and other shots. If you don't, then you're lost. Sven Neter was na Hank Beenders de tweede Nederlander die in een NBA-finale stond. Terug naar 1984. Neter speelt voor de LA Lakers. De tegenstander heet de Boston Celtics. Now Magic Johnson and these Lakers are trying to change it against Larry Bird and these Celtics. There is Sven Neter, the backup center, who played in the shadow of the great Bill Walton at UCLA and has been a veteran backup in his 11th year. And a very good backup at that. He's done some significant things as a starter, rebounding, leading clubs in the league in rebounding, and also a very, very fine scorer. Hij had schouders, daar zei je u tegen, een schouderpartij. En dat was het ding waar hij furoren mee maakte. Veel vuil werk opknappen. En dan het hoekschotje, wat hij trouwens daar straks nog even heeft laten zien tijdens dat clinic. Dat was een sterke ding, dat hoekschot. Ja. Hoekschot, baby! Hij is een goede instructeur. Je kan merken, sommige coaches zijn game coaches, maar eigenlijk kunnen echt niet goed instructie geven. Maar hij is meer een teacher. Ik weet niet hoe goed hij een coach zal zijn, maar hij is een very good basketball teacher. De basketballer werd docent en in die rol reist hij de wereld over. Zijn roots is hij nooit vergeten. De man van het hoekshot komt graag terug in Nederland. Ja, when I stepped off the plane, I felt very comfortable. Yeah. And people here make me feel very comfortable. So it's very nice. It's good to be back. Like, yeah, I saw all the Molen. Yeah. I used to live in Laden. Okay. That's where I lived. Okay. In Huisduinen, out in the country. So yeah. I love the country. Even the smell of the cow poop is okay with me.